bij ons Peter Ballet. Peter, bij ons teruggekeerd na 1 jaar afwezigheid. Was dit nu een keuze omwille van het geld of omwille van het gevoel? Ja, iedereen zou misschien willen dat ik het eerste zou zeggen, maar absoluut, het gevoel speelt de grootste rol in deze beslissing. En iedereen weet ondertussen wel dat ook de familiale factor voor mij ook doorslaggevend was in de vorige keuze. En vandaar dat nu het gevoel heeft opnieuw meegespeeld. En door Gent is het gekomen dat de mensen rond mij, dichter bij mij zijn nu. Is er dan toch nog plaats voor gevoel in het moderne voetbal? Ja, ik hoop het van wel. Ik trek me ook niet veel aan van wat de andere mensen daarover denken. Ik ben wie ik ben en mijn beslissingen zijn gebaseerd op bepaalde zaken. En ja, wie dat te soft vindt of niet, daar lig ik echt niet van wakker. Ik wil gewoon met een goed gevoel elke dag komen trainen. En dat was in de tijd toen we kampioen speelden, zal ik maar zeggen, absoluut het geval. Maar ook in minder goede dagen heb ik mij zeker en vast hier niet slecht gevoeld vandaar. Ik zag 2 maal dat je bijzonder ontroerd was bij de spelersvoorstelling, maar ook toen Genk op bezoek kwam bij Gent. Ja, ik vond dat een hele normale zaak en ik was natuurlijk geraakt door de roep van de supporters. Ik had dat absoluut ook niet verwacht. En ook die zaken hebben absoluut meegespeeld op mijn terugkeer. Dat durf ik gerust te zeggen. Dat gevoel zal ik niet meer vergeten en heeft ook absoluut meegespeeld in de beslissing van ik zet de stap terug richting Gent. Wat maakt AA Gent zo speciaal voor jou? Ik zou bijna kunnen zeggen alles. Hè. Ik kan van boven tot onder. Ik heb een hele goede band met de mensen boven. Ook in de Gelamco Arena kom ik graag. Kan ik met iedereen toch een handshake doen. En ja, de staf is natuurlijk intact gebleven. En dat was zo'n hechte groep. Tot en met onze vrouwen natuurlijk, die elkaar heel goed verstonden. En ook de band met de spelersgroep is ook zelfs vorig jaar nog steeds gebleven. Ik heb toch nog altijd die contacten gehouden. En dat is nooit weggegaan. En dat heeft ook allemaal meegespeeld. En ja, vandaar dat ik nu hier zit. Vorig jaar speelden wij Champions League. Je hebt die wedstrijden ongetwijfeld gevolgd. Op televisie dan. Wat was jouw gevoel toen? Ja, ik had ook het geluk of de kans om dat via de tv te kunnen commentariëren en met mijn gedachten erover te zeggen. Dit wel wat pijn natuurlijk om op die plaats te zitten en niet op de bank. Maar dat was weer een bewuste keuze en ik heb daar absoluut geen spijt van gehad achteraf. Thuis is familiaal, de dochter doet het zeer goed in haar studie nu en ja, alles is in die richting wel geklaard en dat was voor mij ook een Champions League overwinning, heb ik al verteld. Teamspirit is bijzonder belangrijk voor onze coach, Hein van Haasbroek. Hij werkt daar ook bijzonder sterk aan. Vrouwen betrekken bij activiteiten, de kinderen ook. Dat was ook belangrijk voor jou? Absoluut. Ik denk dat dat ook een weerspiegeling geeft van wat er in de groep heerst en leeft. En ik doe mijn uiterste best om als assistent Hein in die zaken te ondersteunen. En ook buiten het voetbal, extra sportief, die mannen. Ik vind dat een speler met een goed gevoel moet komen trainen en komen werken. En daar steek ik mijn tijd in om af en toe met hen een praatje te slaan. En ook een helpende hand te zijn indien het nodig is. Ben jij inderdaad een beetje de biechtvader ook van de spelers? Ja, ik denk dat je. Ik ben ook de oudste, bij wijze van spreken, die hier rondloopt in de staf. Ik denk dat de spelers ook weten dat ze bij mij gerust eens iets kunnen komen vertellen. En dat ik perfect weet, toch uit de ervaring die ik opgedaan heb, wat ik naar de coach moet terugbrieven en wat ik niet moet terugbrieven. En ik denk dat dat op dit moment eigenlijk een hele goede band schept tussen mij en de spelersgroep. En ook absoluut ook met onze coach. Wanneer is het seizoen voor jou geslaagd? Oh, ik wil er geen plaats op vastpinnen. Ik vind dat wij, indien wij op deze manier kunnen verder werken, indien Gent zich kan handhaven tussen de ploegen waar het nu thuis hoort de laatste jaren, of thuis is gebleven de laatste jaren, dan is voor mij het seizoen geslaagd. Anderzijds ben ik nog altijd heel, strijdvaardig en heb ik heel veel ambitie. Ondanks dat ik de oudste ben, maar ik heb toch nog een paar dingen die ik nog niet heb gewonnen. En een bekerfinale en een bekerwinst, dat zou voor mij de mooiste voldoening zijn. Ik heb het gevoel dat Peter Ballet nu voor jaren bij Gent blijft.
Ja, absoluut. Ik heb voor 5 jaar getekend. Maar ik ga me niet verschuilen achter die 5 jaar. Er kunnen er ook 7 of 8 worden, wie weet. Maar in het voetbal zeg nooit nooit. Ik ben ooit bovenop de bus in mijn eigen dorp door de straten gereden. En het jaar daarna was ik weg, was ik niet meer goed genoeg. Dus ik bekijk alles op korte termijn. Maar mijn gevoel zit goed en dat wil al heel veel zeggen.